Fietsmaatjes valt in de subsidieprijzen van de gemeente. Dorpsraad Klarenbeek, Stichting Thuisgekookt, inclusief Speeltuin Woonhuis en Stichting Fietsmaatjes in Apeldoorn waren vrijdagmiddag in het gemeentehuis uitgenodigd. Zij kregen van wethouder Wim Willems te horen dat zij een subsidie kregen voor hun projecten. Fietsmaatjes kreeg het meeste geld van de gemeente. We hebben een subsidie gekregen van 30.000 euro. En dat is voor ons echt een geweldig bedrag om te ontvangen. Daar kunnen we echt onze eerste fietsen mee aan gaan schaffen. Eind vorig jaar startte de stichting met als doel om fietsritten aan te bieden op een duofiets. Wat we zien is dat bij veel verzorgingshuizen, daar staan al fietsen. Die worden vaak uitgeleend, eenmalig. Hoe wij het bedoeld hebben is, wij willen echt een maatjes systeem gaan opbouwen. Waarbij één vaste partner, dus een vaste bestuurder van de fiets, met een gast gaan fietsen. En die gasten, dat kunnen mensen met een beperking zijn, met allerlei soorten beperkingen. Dus het zit niet zozeer op een leeftijd vast. Het kan iemand zijn die 20 is, het kan iemand zijn die 80 is, maar die niet meer zelfstandig kan fietsen. En samen met een vast fietsmaatje kunnen ze toch nog naar buiten toe. Dus zo willen we ze ook proberen om uit het sociale isolement te komen. Dergelijke fietsen zijn duur in aanschaf. Afhankelijk van hoe je je fiets laat samenstellen, zoals wij het willen, zitten die tussen de 10.000 en de 14.000 euro per stuk. Fietsmaatjes wil eerst met 3 duofietsen aan de slag. Maar dat moet er uiteindelijk meer worden. We willen nu gaan beginnen inderdaad met 3 fietsen. En dat vooral in de regio Uggelen om de Dorp ook te bedienen en in de Maten. En de bedoeling is om de hele gemeente Apeldoorn eigenlijk te voorzien van fietsen. En aangezien Apeldoorn een grote stad is en een grote gemeente, hebben we veel fietsen nodig. Dus het doel is zeker om richting de 20 fietsen te gaan. Fietsmaatjes Apeldoorn is nog maar net gestart en daardoor heeft de stichting allerhande mensen nodig. We hebben het bestuur nu goed bij elkaar, maar qua vrijwilligers zijn we altijd nog op zoek naar mensen. Mensen die ons willen helpen met het netwerk verder uit te breiden. Mensen in Uggelen en in de Maten die willen fietsen, die ook gefietst willen worden, om het zo maar te zeggen, dus de gasten. En ook de mensen die willen helpen met het beheren van de fietsen. Want om een fiets van tussen de 10.000 en 14.000 euro rijdend te houden, is ook een aardig budget nodig. En moeten we hem gewoon vaak goed controleren. Zorg dat hij ook op de weg blijft. In totaal waren 9 organisaties die een subsidieaanvraag voor hun projecten hadden ingediend. Maandagochtend is een man in het dakloze opvang Omnizorg gevallen en hield daar een ernstige wond aan zijn hoofd aan over. Bij het incident waren meerdere politiewagens, 2 ambulances en een traumahelikopter aanwezig. De man is met zijn verwondingen in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een arts van het mobiele medisch team was met de ambulance meegereden. Waardoor de man gevallen is, is niet bekend.